Hallo, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Magical Rice. Ja, ik ben hier nu in het ziekenhuis, maar dat houdt me niet tegen om deze video te maken. Deze nacht was de Super Bowl en zoals dat hoort worden er enkele Disney trailers gereleased. En samen met jullie ga ik even naar een paar trailers kijken. Dat is kei leuk. En dan zien jullie mijn reacties. Wat ook leuk kan zijn. Blijkbaar. Oké, veel kijkplezier. En we beginnen eerst met Toy Story 4. Ik ben heel erg benieuwd naar wat dit mag worden. You got a friend in me. Wow, this place is amazing. Wasn't Buzz gonna meet us here? He must be held up somewhere. Hey, up here, Astro Boy. If you think you can take our top prize spot, you're wrong. Dead wrong. Help me get out of here. I'll help you. With my foot? Wow! Yeah! How you like that, cheetah? Oh, to infinity and my foot! Boom! In the vacuum of space, they cannot hear you scream! Ja, veel hebben we dus niet gezien van Toy Story, maar ik vond het wel heel erg leuk. Ik vraag me af wat Buzz daar doet op die kermis. Ik had wel kunnen verwachten dat er iets met kermis zou zijn, want die knuffelberen die daar bij de eerste trailers te zien waren, ja, die zag er een beetje kermisachtig uit. Maar ik vraag me nog altijd af wat dat eigenlijk te betekenen heeft, waarom de Buzz daar hangt. Ik voelde eigenlijk een soort van reddingsactie aankomen van Woody en Bo Peep naar Buzz Lightyear. Zou wel grappig zijn, moest zo de grote held Buzz Lightyear gaan redden. En dat kan ook heel erg spannend worden natuurlijk. En grappig, want ja, kermis, daar gebeuren grappige dingen en daar kun je ook grappige dingen mee doen, zoals met attracties en ja, ik zie Buzz Lightyear al in een spookhuis zitten of zo. Met samen met Woody en met Bo Peep. Ik ben heel erg benieuwd naar dit. Ja, laat maar komen, laat maar komen. En ja, de volgende trailer die we gaan bekijken is die van Avengers Endgame. Ik ben vorig jaar gaan kijken met Steven naar Avengers Infinity War. Ik vond het een heel leuk film. Er waren een paar dingen in die snaps die ik nog zo leuk vond, zoals dat van Spider-Man, want ik ben een heel groot Spider-Man fan. Maar ik ben ervan overtuigd dat Spider-Man terug gaat komen. En laat ons hopen dat we in deze trailer daar al een klein teken van gaan zien. Is dat leuk? Some people move on. But not us. Oké, heel leuk dat ze, omdat we met de Super Bowl te maken hebben, er dingen van de Super Bowl hebben ingestoken. Zo'n arena, vond ik wel leuk. We zijn niks te weten gekomen, ik vond het wel leuk om enkele figuren weer te zien. Wat ik heel erg leuk vind, is dat Captain America terug een beetje zijn oude look heeft. En niet die baard, want dat was echt niet geweldig. Die baard, dat paste gewoon niet bij Captain America. Oké, het maakte hem stoer, maar het paste gewoon niet, vond ik. Dat is mijn idee natuurlijk, hè. Maar ja, ik vond het wel een leuke trailer, eigenlijk. Ik zou zeggen, op naar de volgende. En dat is Captain Marvel. Wat ik nog vergeten was te zeggen. Ik vond het ook heel tof om Hawkeye weer te zien. Ik heb die een beetje gemist in Avengers Infinity War. En ik vond het wel leuk dat hij nu in de trailer zat. Dus wat ook bevestigt dat hij in de film zal zitten. Oké, we beginnen bij Captain Marvel. Got to show these boys how we do it. You ready? Higher, further, faster, baby. Yes, baby. Higher,
try to keep up. Okay. Ik heb hier eigenlijk niet veel over te zeggen, want ik weet totaal niet wie Captain Marvel is. Ik ken haar verhaal niet. Ik vind het er wel tof uitzien. Ze geeft me een beetje een Black Widow gevoel. Ik weet niet waarom, maar dat geeft ze mij wel. Wat vind ik leuk? Dat Nick Fury er in een jonge versie in zit. En ze hebben echt heel, heel goed werk gemaakt met Samuel te verjongen. Dat vond ik echt wel leuk gedaan. Maar ik ben ook eigenlijk best wel benieuwd naar deze film. Ik denk ook wel dat je hem moet zien als je Avengers Endgame goed wil snappen. Dat denk ik wel. Dat het er echt nodig is. Want ja, anders weet je totaal niet wie Captain Marvel is. En dat is ook niet handig, denk ik. Goed, ik ben blij dat jullie samen mee keken. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En vergeet jullie niet te abonneren. Want er komen nog leuke filmpjes natuurlijk. En duimpjes omhoog, hè.